kom uit Broekland, tussen Deventer en Raalte. Ja. En hoe lang blijft deze installatie hier staan? Tot medio september. De hele zomer dus? De hele zomer, ja. Het moet eigenlijk voor zichzelf spreken, maar kunt u er iets over vertellen? Ja, normaal kan ik heel goed, heel uitgebreid vertellen over mijn werk. En bij dit werk vind ik het nou net iets lastiger, omdat het een vrij poëtisch werk is. Ik maak de laatste tijd heel veel geëngageerd werk over de natuur en het teloorgaan van de insectenpopulatie. En dit werk spreekt eigenlijk heel erg voor zich. Je ziet een man, een vrouw en een kind zitten in de ruimte. En ze zijn op twee verschillende manieren getekend. Ze draaien ook en het gaat heel erg over onderlinge verhoudingen, over onderling contact en het elkaar raken. En hoe je elkaar kunt raken en de wens om door elkaar geraakt te worden, ook binnen een gezin. En ik heb het werk gemaakt in aanloop naar het feit dat ik een maand naar Noorwegen ga, naar een artist residency. En dan voor het eerst ook lange tijd weggaan van mijn dochter. Dus het is eigenlijk heel persoonlijk intiem werk, maar het spreekt ook heel erg voor zichzelf. En het is ook heel grappig om te zien wat het doet hier op deze plek voor de rechtbank. Er waren van de week allemaal familiezaken en dan zie je allemaal ouders met kinderen naar buiten komen. En dan gaat het ook weer een link leggen met zijn omgeving en met de mensen die langslopen. Dus krijgt het uiteindelijk weer zijn eigen verhaal. En dat vind ik altijd heel erg belangrijk met kunst, dat iedereen zijn eigen verhaal ermee kan maken. Ik heb in Kampen gestudeerd. En ik heb nu sinds 2 jaar weer mijn atelier in Deventer. Ik ben eigenlijk na de academie in Overijssel blijven hangen, want ik kom uit Amersfoort. Steeds meer oostwaarts. Ja, dat klopt. En nu gaat u een maand naar Noorwegen, waar het mooi lang licht is overdag. Mooi lang licht en een stuk minder warm dan hier nu, denk ik. Want ik denk dat het nu een graad of 50 is in het kunsttorentje. Oké, ik wens u veel plezier in Noorwegen. Ja, dank u wel. Ik ga er aan het werk, dus ik hoop dat het mooi wordt. Oké, succes. Dank u.